wordt iedereen nou ja, aangepakt. Duurzaam in achter. Kom in. Noem hier. Of duurzaam door. Bij duurzaamheid dan denken we aan een schoon milieu, een groene omgeving. En bij Vassen, dat ook genomineerd is als duurzaam dorp, is een mooie omgeving. Maar het verhaal zelf begint iets anders. Namelijk bij een vieze, gore teerput. Wat een feest hier. Ja, gezellig hè, de Sport- en Spelweek in Vassen. Het maakt onderdeel uit van onze plannen duurzaam Vassen. Dus een duurzame spelweek? Een duurzame spelweek, ja, dat kun je wel zien. Allemaal oude materialen die weer opnieuw gebruikt worden. De inwoners hebben dat allemaal bewaard voor deze speciale dag. En deze Sport- en Spelweek is bedoeld om ook de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Ja, dat zijn een van jullie duurzame plannen. Ja. Die duurzame plannen die jullie hebben, hebben jullie een extra stimulans door die teerput? Jazeker, ja. Die teerkwal is een gifschandaal waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. En Vassen wil gewoon 100% duurzaam zijn en daarom doen we ook bewust mee aan deze verkiezing. Vertel je plannen. Nou, we hebben plannen bedacht op het gebied van People, Planet and Profit. En op het gebied van People willen... Dat is dit. Leefbaarheid in het dorp verbeteren, zodat ze ook de jeugd blijft wonen in Vassen. Dat ze denken, het is een gezellig dorp. Maar daar heb je geen 200.000 euro voor nodig, nee, hè, die hoofdprijs? Nee, die hoofdprijs die hebben we echt nodig voor het nieuwe Norbehoes. Dat is ons gemeenschapshuis, wat nu zo verouderd is en lek. Daar moet echt een nieuwe Norbehoes komen. Die zit daar? Die is daar ginds, ja. Kijk, dit is nou wat ik je wilde laten zien. Het Norbehoes, een helemaal duurzaam, energie-neutraal gebouwd, multifunctioneel gebouw voor Vassen. Okay. En het Norbeschap, dat wil ik je heel graag even laten zien, een straat verderop. Kijk, dit is nou wat ik bedoel met Norbeschap. Norbeschap is gewoon burenhulp. Okay. Wat je hier dus ziet is dat de buren met elkaar de perkjes onderhouden op de Kloosterhof. Zo heet in plaats van deze buurt. Dat de gemeente het doet? Ja, de gemeente doet het niet meer en deze buurt heeft ervoor gekozen om het zelf te doen. Okay. En wat leuk is, de kinderen van de familie Scholt en David en Floris, die brengen de kransen naar de buren. Die helpen een mevrouw met het uitlaten van de hond. En, omdat ze slechte been is? Omdat ze slechte been is. En hier is ook een zieke mevrouw in de buurt waar elke middag gewoon een pannetje soep naar wordt gebracht. Okay. Dus echt de ultieme vorm van burenhulp, elkaar voorthelpen en zorgen dat je gewoon de wijk ook leefbaar blijft. Dus het is een beetje een klein paradijsje hier in Vassen. Ja, dat willen we misschien wel creëren, dat het echt zo mooi blijft dat de jongeren niet wegtrekken naar de stad. Dus de jeugd wil je hier houden ja. En het moet gewoon één vrolijke bende, Paradise City hier in Vassen. Precies, Paradise City. We hebben natuurlijk ook projecten op het gebied van profit. We willen een campagne starten van Beva hier, Koopva hier. Dat inwoners uit de Vassen ook inkopen gaan doen in Vassen. We hebben 100 ondernemers en het hoogste percentage hoogopgeleide binnen de gemeente Tubbergen. Slim dorpje dus. Ja, nou, en die kennis die willen we heel graag hier voor eigen dorp houden. En daarom gaan we hier in dit gebouw, waar nu nog een kinderdagverblijf is en wat in de toekomst vrijkomt, daar willen we graag een ondernemershoes van maken. Nu is het dus nog een kinderdagverblijf, maar straks is dit dus het ondernemershuis. Huus? Hoes! Hoes, dat is Vassers. Waarin jonge ZZP'ers in contact kunnen komen met ervaren ondernemers. En dat dus allemaal ter stimulering van die economie hier in Vassen.
een van de projecten waar Duurzaam Vassen in wil investeren is het project Boer en Buur. En Jolanda die krijgt nu allerlei streekproducten. Goed geregeld. Ja. Hè? Worteltjes. Maar wat is dit voor project, Boer en Buur? Nou, Boer en Buur is een project dat we hebben bedacht voor onder het onderdeel Planet. Wij willen heel graag zonne-energie op alle agrarische daken in Vassemanderen en Hezingen. En dan willen we ook graag dat het dorp daar zelf ook de zonne-energie van kan benutten. Ja, en wat heeft dat met deze streekproducten te maken? Ja, dit is een van de zaken die wij onderzoeken. Of het ook mogelijk is dat buren of gewoon de inwoners van Vassen zelf ook gaan investeren in zonnepanelen op de daken van een boer. En dat project bestaat ook en het heet Boer en Buur. En dan krijg je dus voor die €250 die je investeert in een zonnepaneel... Daar krijg je jaarlijks gewoon streekproducten voor. Dus de energie die die boer ermee krijgt, die mag hij zelf gebruiken. Ja. Maar daarvoor in de plaats krijg jij dus niet energie, maar krijg je worteltjes. Ik krijg dus producten van de boer. En dus... het kan ook hout zijn of Okay. Ja, eitjes, kaas, dat maakt verder niet uit. Dus jullie willen met Vassen ervoor zorgen dat eigenlijk zoveel mogelijk agrariërs die daken vol plempen met zonnepanelen. Ja. En in investeren en streekproducten voor terug. Nou, Jolanda, de knapzak. Ja. Want jullie hebben allemaal duurzame ideeën, maar jullie zijn eigenlijk ook wel duurzaam bezig. Ja, dat klopt. Hoe zit het met de knapzak? Nou ja, we hebben natuurlijk al genoeg projecten ontwikkeld, maar de knapzak is een nieuwe route in Vassen, waarbij we ook tegelijkertijd alle ondernemers in ons gebied aangaan. En dan krijg je als toerist een knapzak mee en die mag je vullen bij elke ondernemer waar je langs komt. Dus bij de bakker krijg je lekkere beschuitjes voor onderweg. Ik zou zeggen, probeer hem zomaar. Vassen is duurzaam, maar vooral heel mooi. Dus ga je gang. Okay. Loop het parelpad. Het parelpad. Ga je niet mee? Ja, dit was Duurzaam Vassen. Vassen heeft een geweldig plan neergezet waar ze de 3 P's in hebben gebruikt. Hè? People, Planet, Profit. En heel charmant, B van hier, eetje van hier. Ja, Vassen was leuk. Vassen was eigenlijk een beetje terug naar de gemeenschap. Voor elkaar, met elkaar. En dat deden ze op allerlei niveaus. Met name dat eten uit de streek, in de streek. Ja, dat slaat volgens mij hartstikke aan. Er zitten veel losse ideeën in. Dat is in zekere zin het zwakke, omdat het veel is. Maar ook het heel aantrekkelijk. Dus dat is een compliment voor de creativiteit en de verschillende dingen die bedacht worden. Het combineren van wat heeft het dorp nodig en wat hebben de boeren in de buurt te bieden. En dat aan elkaar koppelen. Super simpel, maar heel duurzaam.